Het gaat goed met Nederland. Ja, we gaan naar een groei van 2,5% en dat hebben we lange tijd niet gezien. Dat komt omdat alle bestedingen, investeringen, uitvoer, consumptie, woninginvesteringen op dit moment meedoen. En dat is een enorme stimulans voor die economie. En dan krijg je dit soort groeipercentages. En voor een deel is het ook een reactie wel op de twee recessies waar Nederland uit is gekomen. Nu hebben we de hoogste groei in minder dan 10 jaar tijd. Maar dat is vooral dit jaar. De komende jaren zal het iets afnemen. Het neemt iets af. Het gaat naar rond de 2%, zeg maar. Maar dat is ook nog best hoog. Wat we noemen de potentiële groei in Nederland is lager. Maar dat heeft iets met die inhaalslag te maken die we doen. Dus we zijn eigenlijk heel tevreden met het beeld wat zich nu voordoet. Nou, aan de Nederlandse horizon zijn niet zo heel veel donkere wolken. Het gaat goed met de woningmarkt, het gaat goed met de arbeidsmarkt. Er zijn wel wat structurele dossiers voor een nieuw kabinet, maar voor de ramingen ziet het er goed uit. In het buitenland, dat noemen we geopolitieke onrust, is er altijd wel een beetje. Daar zijn wel wat zorgen. Mag ik nou zeggen dat het een heel goed teken kan zijn dat u zich als Nederlandse bank vooral zorgen maakt over de VS en dat er eigenlijk niks in Europa of in Nederland aan de hand is? Nou, niks zal ik niet zo gauw zeggen. Dat zegt de Nederlandse bank überhaupt niet zo vaak. Maar uw beeld klopt wel dat de zorgen die zijn verlegd van Nederland, nogmaals, we komen uit twee diepe recessies, die zorgen die zijn weg. En we kunnen het ons nu permitteren om naar de externe risico's te kijken.